Dinsdag 14 juli vond weer het G-toernooi plaats. En dit keer op het kunstgrasveld van ESA en dat ligt in Rijkerswoerd. Dit is een voetbaltoernooi voor mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. De organisatie was dit keer ook weer in handen van Vitesse. Wij spraken met Lars Roelofsen en Vitesse-speler Jeroen Drost. Lars, we staan hier op het veld van het sportcomplex Rijkerswoerd. We gaan kijken naar het toernooi voor jonge mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap. Waarom doen jullie dit eigenlijk? Dat is eigenlijk begonnen omdat wij de deelnemers die vandaag aanwezig zijn een hele leuke dag willen bezorgen. Vitesse kan dat op verschillende manieren doen. In ieder geval een van die dingen is om een heel leuk voetbaltoernooi te organiseren. En door middel van de spelersinzet die mensen het gevoel te geven dat ze echt iets speciaals, een speciaal toernooi meedoen. En dat uitzicht ook in hele leuke taferelen. En mensen zijn echt blij om hier aanwezig te mogen zijn. Hoeveel teams doen eraan mee? Dit jaar doen er 20 teams mee. Hebben 20 teams staan ingeschreven. Zijn dat allemaal Arnhemmers? Nee, ze komen over het hele land. Rotterdam, Urk is aanwezig, Voorthuizen en nog vele andere. Maar ook een aantal teams uit Arnhem. Dus een heel leuk feestje. Ja. Het G-toernooi. Mensen is Vitesse. En op de middenstip staan ze klaar. Ons Vitesse. Vitesse vindt het heel belangrijk dat jullie sociaal meedenken in de stad. Hè? Hoe vind je dit? Hoe ervaar je dit zelf? Ja, dit is leuk om te doen. Het is voor hun de dag van hun leven. Hè. Met Vitesse hebben we heel vaak van dit soort dingen. We zijn heel veel betrokken bij sociale projecten en ik denk dat het alleen maar goed is ook voor de uitstraling van de club. Jullie spelen zelfs ook met teams van 5. Wat voor rol krijg jij? Nou, ik heb alleen de opdracht gekregen dat we niet mogen scoren. Dus we laten anderen lekker scoren. Dus als je een vrije trap moet nemen, dan schiet je hem hoog overheen? Ja, of ik pas me op iemand anders. Vind je het leuk om te doen? Ja, dat is leuk om te doen. Ja, wat ik al zei, voor hen is het. Kijk ze vaak naar deze dag uit. En voor ons is het alleen maar leuk om daar een steentje aan bij te dragen. Dan moet nu iedereen weer aan het voetballen zijn. Kijk eens even, wat een mooi aangezicht. Spelen jongens,